Heel goede avond. De Boerenbond roept alle gemeentebesturen op om adviezen in te dienen tegen de sluiting van Vlaamse landbouwbedrijven. Zal dat minister van de Omgeving Demir van haar stuk kunnen brengen. Twee dagen heeft het proces geduurd over de dood van Sandadia. En toen liet Sven Marie het stilligen. Wat wint hij daarmee? Sven Marie is advocaat van de vader en de broer. En over haar leven en werk als correspondent in Londen schreef Lia van Beckhoven dit boek: klein brittannië Lia, na 40 jaar word je dan Britse? Nee. Nee? Gek genoeg. <laughs> ik ben geen Britse. Ik heb wel een Brits paspoort, maar ik voel me niet Brits. Ik ben ook geen anglofiel, nooit geweest. Nou is het te laat. Um, ik, uh, als ik mezelf moet definiëren, dan is dat als Nederlandse Londense. Nederlandse Londense. Nederlandse Londense. veertig jaar nog steeds. Ja. Straks ja. meer over je boek. Iedereen welkom hier aan tafel. Dankjewel. En ook u thuis bij de afspraak. De Boerenband verhoogt de druk op de regering in het stikstofdossier en schrijft elke burgemeester aan over het stikstofarrest. Dat lazen we vandaag in het Belang van Limburg. En dat hebt u ongetwijfeld ook gelezen. Mevrouw de minister, wat vindt u ervan, hiervan? Ja, uiteraard heb ik dat ook gelezen. Uh, ja, dat is natuurlijk de lobbymachine van uh, de Boerenbond, die uh, aan lokale bestuur eigenlijk iets uh, vraagt dat ingaat tegen het algemeen belang. Uh, en ik hoop dat uh, lokale besturen uh, ja, toch wel de kaart van het algemeen belang uh, willen trekken. En niet het specifiek belang van de boerenbond zelf. Wacht, want... Want nu zegt u dat u de boerenbond vraagt aan de gemeentebestuur om in te gaan tegen het algemeen belang? Ja, toch wel. Ik maak uh, een uh, stikstofakkoord niet uh, voor mijn plezier hier voor alle duidelijkheid, wij zitten in dit land, in Vlaanderen, al een jaar run met een probleem uh, rond stikstof. Mm -hmm. Nederland heeft ook hetzelfde probleem en dan een deel van Italië kent dat probleem ook. Uh, we uh, hebben dan uh, een, uh, een arrest gehad, een stikstofarrest, waar dat de rechter heel duidelijk, maar ook experten, we wisten dat eigenlijk allemaal al, dat er een probleem was, dat er te veel stikstof uitstoot is. Je ziet dat niet, je ruikt dat niet, maar dat is wel nefast. Voor onze gezondheid, maar ja. ook voor uw natuur. En de rechter heeft daar eigenlijk gezegd van... Kijk, het kader waarop dat vergunningen worden verleend... Dat is wetenschappelijk niet onderbouwd. Dus we hadden eigenlijk twee uh, mogelijkheden. Ofwel gingen we zorgen van... We moeten zien dat we niet in een vergunning stopzitten. Dat is het algemeen belang. Dat we niets meer kunnen, dat we kunnen, we niks ja. meer kunnen doen. Dus zelfs bij manier van spreken dat men ook geen woning meer kan bouwen. Dus het gaat heel ver. Of we gaan ons we nemen, kop niet in zand uh, steken mm -hmm. en we gaan nu dus eindelijk uh, maatregelen nemen en dit probleem ook wel oplossen. En ik besef heel goed dat. Wij... mag ik, want dat is inderdaad nu is het goed geschetst. Welke adviezen zouden gemeenten, want ze gaan het wel doen natuurlijk, hè? Ook al vindt u dat het tegen het algemeen belang in druis, ze gaan het doen. Gemeenten, welke adviezen kunnen dat zijn? Ja, ze, kunnen, ik, ik, uh, ze kunnen adviezen geven rond uh, ja, de, de natuur die daar ligt, of, of niet ligt bijvoorbeeld, ja. of uh, rond uh, uh, ja, water, of uh, ja, rond verschillende thema's, omgevingen ook. Uh, Als het omgevingen. Het... Dus men kan wel op verschillende manieren adviezen geven. Als het boerenbond het vraagt, dan zal, uh, zullen het adviezen zijn om bedrijven te redden, om bedrijven open te houden. Ja, maar de vraag is natuurlijk wie dat bedrijven hier redt. Bijvoorbeeld over die rode bedrijven. We hebben een pakket van maatregelen moeten nemen. De sluiting van de rode bedrijven met een correcte vergoeding. Dat gaat over 41 bedrijven in een totaal van meer dan 20.000 landbouwbedrijven. Ja. Dus de vraag is natuurlijk uh, voor uh, welk doel rijdt men hier eigenlijk? En ik vind het veel belangrijker om niet in een vergunning stop te komen, mm -hmm. om vergunningen te leveren die voldoende rechtzeker is. Maar vooral ook, allez, ik wil ook voor eens en voor altijd in dit land het probleem rond stikstof, dat al heel lang bestaat, tientallen jaren... Uh, en dat ook betekent ook wel dat je je nek moet uitsteken als beleidsmaker En Dat hebt u inderdaad. En, en een deftig ja. kader moet. Nu, maken. Een van de 41 landbouwbedrijven die rood zijn en dus dicht moeten tegen 2025 is de boerderij van de abdij van Averbode. De abt was van de hand Gods geslagen. Het was wel heel even schrikken omdat we ons daar helemaal niet aan verwacht hadden. We waren ons wel bewust van die implicaties van het stikstofdecreet. Maar wij dachten dat wij volledig in orde waren. Je doet zoveel inspanningen voor, uh, voor het hele stikstofbeleid. Het ja. stikstofbeleid ecologisch. De je krijgt boeren, die vergunning en... van de provincie uit. Ja, je krijgt goed nieuws. We weten dat we, dat we dit met twee kunnen doen en eventueel ons kinderen hopelijk ook nog. En dan uh, ineens uit het niks krijg je een brief van jij zit hier code rood, terwijl we eigenlijk code oranje hebben gekregen in 2015 of 2014. Ja, dit is toch geen beleid? Hè? Dit is geen beleid. Dit is geen beleid. Ik ben natuurlijk niet verantwoordelijk voor het verleden. Hè? Dus ik kijk naar to de toekomst. Uh, ik uh, heb zoiets van: ja, we moeten dit probleem oplossen. Net zoals dat Nederland dit probleem ook moet oplossen. Net omwille van onze welvaart. Omdat we niet willen dat we hier in een vergunningstop komen. Maar ik begrijp wel. Enorm de emoties en ook wat dat men zegt over die rode brieven en die oranje brieven. In 2014 heeft men uh, ja, een lijst gemaakt met uh, meer dan 100 rode bedrijven en gezegd eigenlijk van ja, dit zijn bedrijven die eigenlijk problematisch zijn. Maar die, deze boeren, ik wil even bij deze jonge boeren blijven. Die krijgen in 2014 een vergunning van de provincie om uit te breiden. En in 2015 kregen ze te horen dat hun bedrijf rood is. Dat is... Ik ben blij dat we een advocaat aan tafel hebben. Dat is toch niet echt rechtszekerheid voor mensen. Je krijgt een vergunning in 2014 om uit te breiden en in 2015... Ja, ik ben dus... niet verantwoordelijk voor die vergunningen. Dat is ook net de reden geweest dat ik, toen ik ben aan, äh, aangetreden, Ik heb bijna geen enkele vergunning verleend als het ging over megastallen. De provincie ik heb toen, is toch ook een beleid. Ja, ja, het gaat over het ja? 2014, het gaat over provincies. Ik heb vandaag één gezegd: er is hier een probleem. Ik ga terughoudend zijn. Ik heb niet vergund. Ik, heb toen, ik was toen kop van jut, mevrouw. Uh, de Boerenbond heeft uh, gezegd van dit kan niet en de minister geeft geen vergunningen. Maar net om zulke toestanden, mm -hmm. want inderdaad, ik vind dat dat ook niet kan, maar ik heb ja. geen vergunning verleend omdat ik zulke toestanden wou vermijden. Want stel dat ik vergunningen had verleend in 2019, dan zaten we nu wel in hetzelfde probleem. Dus inderdaad, ik vind het niet oké okay wat dat er in het verleden is gebeurd. Al zeker niet hoe dat allemaal is gegaan met die brieven. Maar ik ben natuurlijk wel. Ja, verantwoordelijk voor de toekomst. De en lijn ik probeer en... toch een verantwoord beleid te uh, uh, voeren, maar ook naar die landbouwers toe, want ik vind dit ook niet goed. Nee, het is niet dat... maar u bent dan in dat geval, neem ik aan, ook verantwoordelijk voor het geven van compensatie Uiteraard. aan die boeren. Uiteraard. Dus dat vandaar wel, ook. maar ja. die mensen willen eigenlijk verder boeren natuurlijk. Dus... Ik, ja, dat vind ik heel belangrijk. Die compensaties, die 41 landbouwbedrijven, die zullen ook wel correct vergoed worden. Voor alle duidelijkheid, deze bedrijven wisten wel in 2014, 2015 dat ze rood waren. Daar wil ik even op en... doorgaan, want sommige ja. bedrijven zeggen ze dat, ze dat, dat ze dat telefonisch te horen gekregen hebben dat ze rood zijn. Wisten bedrijven in 2015, als ze telefonisch of op een andere manier te horen krijgen dat ze rood zijn, wat de consequenties waren? En wat de normen waren waar ze dan eigenlijk naartoe zouden moeten werken? Wisten bedrijven dat? Ja, in 2014 heeft men inderdaad die brieven uitgestuurd met ook bijlagen van impactscore en hoe dat die berekening allemaal is gebeurd. Maar een Doordat ze dat herberekend hebben in 2015, er was heel veel protest op die mm -hmm. rode bedrijven, heeft men dat ze herberekenen, heeft men de zoekzones zitten aanpassen, met al gevolgen van dien, dat ze minder rode bedrijven hadden, maar er waren drie bedrijven die oranje waren en die, die dan rood, rood zijn worden. geworden. En maar die maar hebben geen brief gehad in 2015. Die hebben een telefoontje Die gekregen. hebben een telefoontje gehad, maar. Inderdaad, als ik minister zou zijn, ik zou dat nooit via een telefoon doen. Ik vind dat een belangrijke beslissing. Ik vind dat je dat dan ook op brief moet uh, zetten. Ja. Uh, maar ze stonden wel op, uh, op die rode lijst. van wisten die, 41 wist die bedrijven. bedrijven in 2015 wat de consequenties zouden zijn? In 2000 vijftien stonden ze op een lijst en dat betekent eigenlijk van, ja, dat het heel moeilijk is om in de toekomst eigenlijk, als je vergunning een keer ja, vervalt, om nog een vergunning te krijgen. Dus, dat, dus dat, dat was ook, vind ik, problematisch dat de overheid toen ook eigenlijk... Veel te niet, vaag gebleven Ja, het te vaag is gebleven. Men mocht sluiten, dat was niet van, men moest sluiten, men mocht dat, of men mocht flankerend beleid doen, sommigen hebben dat gedaan. En vandaar, nu is er wel een beslissing gevallen. Nu is er een Beslissingen. Maar de correcte vergoeding is het met een termijn ook. Maar, meester Barrie, ik kijk even naar, naar u. Ja, als zo'n bedrijf naar de rechter zou willen stappen: van kijk, wij, hebben, uh, wij wisten niet waar we aan toe waren, zouden ze kans maken? Uh, de rechtsonzekerheid, die de hunne dan was, uh -huh. um, zou naar alle waarschijnlijkheid naar voren worden geschoven. Het valt natuurlijk te zien. Ik vind het eigenaardig dat dat die telefonisch is, zoals, trouwens ja. mevrouw de minister het ook zegt. Het is, dat was... is een eigenaardige wijze van een aantal dingen zo'n dergelijke beslissingen aan mensen bekend te maken. Uh, bovendien, als er zo'n telefoon komt, wat zijn de... de, 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 de de middelen die men heeft om tegen zo'n telefoon, dat men op een rode lijst komt te staan, of een rood is, uh, wat zijn de middelen die men daartegen kan gebruiken? Om en u te dat, verzetten. Om ja. u te mm -hmm. verzetten. Dat is, ja. dat is iets tegen een document. Daar zijn natuurlijk termijnen aan verbonden, binnen de welke je kan ageren. Tegen een telefoon is dat iets... Mm -hmm. en, ja. Maar inderdaad, en aanvullend, is wel uh, belangrijk om te zeggen dat het... Uh, er moet natuurlijk wel nog een rechtsgrond voor worden gemaakt. Dus die brieven en die telefoons, dat was louter informerend. Dus daar zal nog een decreet worden gemaakt. Dus dat is er nu in het ook najaar nog niet. komt daar een is decreet. Er nu nog niet, nee, nee. En dat ja. is natuurlijk uw rechtsgrond, uh, waartegen men dan inderdaad uh, al dan niet kan uh, gaan uh, procederen. Maar hebben bedrijven in 2015. Voldoende aansporing gekregen om te vernieuwen. Hebben ze termijn? Wissen ze waaraan? Ik, het was inderdaad heel vaag en heel onduidelijk. En u zegt: van ja, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Het is wel de verantwoordelijkheid van de politiek. Dus voor de politiek is dat toch niet. Vertrouwenwekkend. Ja, ik uh, heb, heb dat ook uh, alle, meermaals gezegd. Ik vind dat geen manier van werken. Ik zou dat zo niet doen. Ik doe het nu op mijn manier. Mm -hmm. Dat, dat ook, van de duidelijk is duidelijk. Weet. Maar te, daar maar komt ook pijnlijk. wel veel uh, ja. protesten uh, op. Uh, maar uh, ja, ik, ik, vind, ik kan het niet genoeg zeggen. Ik vind het niet oké okay dat dat op die manier is uh, verlopen. 41 landbouwbedrijven zijn nu rood. Kunnen rode bedrijven nog oranje worden? Nee, dat uh, kan niet. Dus ook de boerderij van Averboden. Nee, de uh, boerderij van Averboden is. Uh, want ja, ik denk dat veel mensen dat ook. Uh, ja kennen van ijsjes eten en, en kaas gaan kopen enzovoort. Uh, ik vind ook dat de indruk is gewekt dat wij uh, precies uh, de abdij ja, gaan sluiten nee. en dat je daar geen ijs meer kunt gaan eten of dat er geen evenementen meer nee, kunnen het, georganiseerd uh, worden. Want bijvoorbeeld de kaas, uh, de melk daarvan, komt eigenlijk al van Milko Dus dat komt niet van die koeien daar, daar, vooral duidelijkheid. Er zijn wel twee jonge mensen die daar een boerderij uitbaten. Die, da die werken daar inderdaad uh, achter de schermen. Uh, maar ja, ik... Heb die lijst ook niet gemaakt. Die is in 2015 gemaakt. En we hebben nu politiek beslist van. Te zeggen van we gaan die, want anders moesten we een nieuwe lijst maken. Dus u zegt dus die komt, 41 bedrijven blijven rood. Hilde Crevits, die minister van Landbouw, hoor ik zeggen van ieder dossier moet individueel bekeken worden. Ja, kijk, we hadden drie keuzes. Ofwel ging je zeggen we pakken de lijst van 2014, dat waren meer dan 100 ja. uh, rode bedrijven. Ofwel pak je de lijst van 2015, ofwel maak je nog een nieuwe lijst. Dus want we hebben gezegd dat de, de milieueffecten, uh, de MER, uh, de Milieueffectenrapportage, is gebaseerd op 2015. Dus ons leek het eigenlijk correct om dan ook op die lijst te werken. Ook omdat die rode bedrijven al geïnformeerd waren. Maar het is inderdaad zo. Het is nu openbaar onderzoek. Dus de beslissingen zijn genomen. Het akkoord is gemaakt. Dat gaat nu naar een openbaar onderzoek en één, ieder kan daar een uh, bezwaar indienen en men zal dat ook wel doen en zoals dat het altijd gaat, zullen we al die bezwaren ook alleen de administratie zal dat ook één allemaal, voor één uh, bekijken. bekijken en dan zullen we natuurlijk uh, ja, dat ook op een serieuze manier doen als er echt flagrante fouten zijn gemaakt ja, dan zullen we dat ook wel bekijken maar op dit moment heb ik geen enkel uh, mm -hmm. ja, rationeel ja. argument gehoord maar ik ga dit ook niet met oogkleppen doen daarvoor dient net, natuurlijk net die openbaar onderzoek. Nog een uh, grotere kopzorg voor u zijn wellicht de Oosterweelwerken die binnenkort zullen stilvallen. De Raad van State zegt dat vervuilde grond die uitgegraven wordt eerst moet gesaneerd worden voor die verzet wordt. Dat lijkt mij logisch. Ja, maar dan uh, moeten we dan ook kijken naar wat dat de decreetgever eigenlijk uh, ja, 13, 14 jaar geleden met decreet heeft uh, bedoeld. Dat is eigenlijk nooit de bedoeling geweest. Dat is uh. een uh, rare interpretatie. He? Ja, dat van, is... ja, het was niet de bedoeling van het decreet. Een decreet, ja, ja, een decreet ik, moet voldoende duidelijk zijn. Ik, ja, dat vind ik ook. Ik baseer mij ook maar op de parlementaire voorbereidingen die destijds zijn gemaakt op decreet. Op de... Maar ja, we gaan dit natuurlijk wel moeten oplossen, want wij krijgen ook bijvoorbeeld telefoons van schepenen. Die tegen ons zeggen, maar, ja. niet, maar hier, is, hier, zijn hier is een historische vervuiling, we zijn hier eigenlijk woningen aan het zetten. Wat betekent dat dan? Dat we eerst dat allemaal moeten gaan saneren tegen dat die woning er is. Dus er is eigenlijk uh, ja, 15 jaar. Op een andere manier gewerkt, op basis van decreet. De rechter kijkt daar nu kijkt toch anders naar, het decreet. Dus wij gaan daar een oplossing mm -hmm. voor moeten zoeken, natuurlijk. Want Vlaanderen is natuurlijk wel historisch vervuild. Die rechter was rechter van de Raad van State. Uw voorzitter was daar heel kritisch voor. Dit zei hij in de afspraak op vrijdag. Ik vind dat uh, zeer erg en ik ga mijn woorden niet wikken en wegen. Ik vind dat arrest ook echt onbegrijpelijk. Dat is arrest dat wetgeving creëert. Ik vind dat echt een, een schending van de scheiding der machten. Rechters moeten rechts spreken en geen wetten maken. En dat doen ze steeds vaker. U bent ook minister van Justitie. Ja, arrest is wat dat is natuurlijk. Uh, ik ga daar ook... Uh... Uh, allee, geen, Wat vindt u van de uitspraken? Ik ga van daar uw geen grote uh, uh, uitspraken over doen. Voor mij is het belangrijk, als minister uitvoerend, om daar nu een oplossing voor te vinden. Want het heeft ook geen zin dat die werken daar zo blijven, uh, jaren aan ja. een stuk. Maar Ui. ik vind het ook heel belangrijk dat we ook beginnen aan de vervuiling, aan de stanering. Ja, nee, ik begrijp, ik, begrijp zijn, allez, ik begrijp wel wat dat hem natuurlijk zegt, maar het arrest is natuurlijk wat dat het is. En dat moet, en je, dat ik moet meester, daar, Nee, meester Marie. ik moet daar nu een oplossing voor vinden. Ja, ik meester. moet verschillende pistes nu bekijken om tot een oplossing te komen. Meester Marie, well, het is... Um, zal ik het zeggen? Het draait het een beetje om voor de scheiding der macht. Er is een kritiek op een... Um, en de rest van de raad van state en ik denk dat uh, en ik blijf daarbij dat leden van de uitvoerende macht daar zeer voorzichtig moeten bij zijn omdat dat en er is al de laatste weken veel over gezegd veel over geschreven mensen hebben daar standpunt over ingenomen dat als er, maken. Mm -hmm. ja maar ik denk dat je als lid van de uitvoerende macht die daar geen, uh, geen kritiek moet gaan doen. Je, je, stuurt, je stuurt, je gaat een soort van reële beïnvloeding kunnen creëren. En dat is net waarom die scheiding der er mag zijn. Nu, meneer De Wever dus draait dit een beetje om. De Wever om. doet, kan eigenlijk niet. Ik vind het, ik, dat was niet nodig. Uh, en hij kan ook een mening hebben. Dat, dat kan zijn. Maar in zijn uh, positie vind ik dat een moeilijker iets. Maar we zullen daar waarschijnlijk niet over akkoord zijn. Maar... Nee, nee, ik vind wel dat je als, uh, allez, je moet als minister of als uh, mandataris, uiteraard. Niet bellen naar een rechter en zeggen hoe dat, hoe dat vonnis of arrest eruit moet zien. Maar ik vind wel dat je als politicus wel een mening mocht hebben ja. over een bepaalde uitspraak. Maar eigenlijk uh, zegt hij: de rechters gaan hun boekje te buiten. Ja, het is natuurlijk wel. Het zet alles op zijn kop. We hebben 14, 15 jaar anders gewerkt. Decreetgever, kijk maar naar de memorie van toelichting, je moet altijd teruggaan. Van wat was de bedoeling ja. van de decreetgever destijds? Dat haalt nu alles op zijn kop. Dat betekent ook dat we zelfs geen natuurherstel meer kunnen doen. Hè. Dat is ook, uh, want als je daar uh, ja, gronden gaat uh, uitgraven en gaat moeten verzetten enzovoort. Dus dat zijn u... de verregaande gevolgen. U zegt dat... inderdaad, u moet het oplossen. Hoe gaat u het oplossen? Binnenkort liggen de werken stil? Uh, ja, de werken zijn op dit moment uh, wel nog bezig. Geen grondverzet, maar andere werken. Ik vind het zeer belangrijk dat uh, we nu ook wel kijken hoe dat we die vervuiling gaan saneren. Ik vind dat we daaraan moeten beginnen. Um, zeker de meest vervuilde gronden, ook op de Oosterwel uh, Ook de tuinen van, uh, van degenen die daar mm -hmm. wonen, uh, de mensen die dat moet ook opgegraven worden, moet ook uh, proper gemaakt worden. Uh, en de palingbeek. Dat zijn drie heel belangrijke elementen. Dus eerst saneren, zoals ze uh, nee, zegt. Nee, we moeten daaraan beginnen. Allee, allee, ik vind dat je de werken niet kunt stilleggen. Dus er moet ook wel uh, gewerkt worden ondertussen. Maar ik vind ook wel uh, dat we daar niet voor uh, uh, kunnen. Alleen uitstellen en uitstellen, mm -hmm. want de vervuiler moet het ook betalen en dat is in dit geval 3M. En dat ja. vind ik ook een heel belangrijke, dat de belastingbetaler niet opdraait voor deze kosten. Daar begrijp ik het goed dat die gronden sneller moeten gesaneerd worden dan nu de bedoeling was? Ja, Ik vind van wel. Ik uh, heb ook bijvoorbeeld 3M aangemaand om sneller met een bo bodemsaneringsplan te komen. Ze zullen dat ook tegen juni uh, moeten klaar hebben. Dan zullen wij met de administratie kijken, oké, okay, staat het, volstaat het niet. Ja. En dan zou ik eigenlijk, ja, inderdaad, zo snel mogelijk, zeker met die, uh, we gaan, zo'n plan bestaat uit verschillende fases, de meest vervuilde mm -hmm. gronden uh, gaat uh, gezuiverd moeten worden. Ik heb inderdaad geen zin om dat op de lange baan te schuiven, want uh, dat, dat, is, dat is niet de bedoeling. Dank u wel, minister de Mier. Normaal zou er deze week gepleit worden in het proces over de dood van Sandadia. Maar nee, dus vorige vrijdag was er een onverwachte wending. Een verrassing is het, ook in juridische kringen. De familie van student Sandadia vraagt zelf om het proces over de dood van hun zoon voorlopig stil te leggen. En dat heeft alles te maken met een uitspraak van de rechter maandagavond. Zij gaf toen aan dat ze niet over alles, dus de volledige driedaagse doop, zou kunnen oordelen. maar enkel over de laatste namiddag en avond van die doop. Maar de familie van Sandadia wil de waarheid, de volledige waarheid. Meester Marie, u bent advocaat van de vader en de broer. maar ook de advocaten van de moeder. willen niet dat het proces in Hasselt wordt verder gezet, omdat de rechter vindt. Dat zij enkel kan oordelen over de feiten in Vorselaar op 5 december. Juist. Dat is het probleem. Daarom hebt u beroep aangetekend. Ja, omdat um, de familie, vooral, maar um, de advocaten ook in samenspraak, ervan uitgaan dat de doop drie dagen heeft geduurd. Die is aangevat op 3 december s'avonds. Er is op 4 december een uh, rozenverkoop geweest, een afzuip, waar mm -hmm. heel veel alcohol is toegediend geweest, waar men s'avonds en s'nachts de drie schachten op een kot heeft gelegd op een volledig onbewaakte plaats, met die in een toestand waren waar zij niet meer konden stappen en waar alle kranen werden uh, afgeplakt... Uh, Omdat zij geen water zouden kunnen drinken om de dag daarna nog dronken te zijn. En dan is er op 5 december de beelden die wij allemaal kennen doorheen de straten van Leuven, waar men Sandadia niet meer in staat ziet om zelf te, 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 te stappen, om dan te vertrekken naar Vorselaar waar de uiteindelijke doop gaat uh, beginnen. En waar alles wat gaat fataal zijn in die namiddag op 7 december zijn einde al kennen bij het overlijden. En wat is het probleem als die rechter enkel met de feiten in Vorselaar zou rekening houden? Want daar waren toch ook heel wat reuzenkommers aan bezig? Ja, op heel veel verschillende tijdstippen. Er zijn mensen toegekomen om 13 uur, er zijn er anderen om 15 uur, zijn er nog anderen om 18 uur. Terwijl op alle andere momenten van de doop, vanaf het moment van 3 december, iedereen wel aanwezig is, ook op de kantus, ook op de afzuip. En dat zijn feiten te Leuven. En U wij bent hebben... bang dat er dan reuzegommers zouden ontsnappen? De Ik denk dat wat betreft. Want de het, het zwaartepunt van het dossier was de toediening van die visolie. De bewijslast daarvan was veel moeilijker. En laat ons daarover duidelijk zijn. Op vrijdagavond 22 april is een heerste knuppel in het oenbroek gegooid geweest door de voorzitter. Door ons, en ze heeft dat sick zo gezegd, een huiswerk mee te geven naar huis over het feit dat er toch maar eens moest nagedacht worden... Over een herkwalificatie van de toediening van die giftige stoffen naar slagen en verwondingen. Mm -hmm. Op maandagochtend heb ik dat debat uh, terug trachten aan te wakkeren. En maandagavond had, zonder dat alle partijen werden gehoord betreffende de herkwalificatie, en ik heb de beslissing hiermee, heeft de rechter beslist. Dat zij geen uitspraak kon doen over de feiten te Leuven, 3 december, 4 december, 5 december, ochtends, 5 december. En enkel te Vorselaar. Dat is ja. een beslissing die zij genomen heeft. Een beslissing waarvan wij vandaag nog altijd zeggen. waar we de kans niet hebben ge gekregen om te zeggen dat de rechter verkeerd was. Het Openbaar Ministerie zegt dat de rechter wel kan rekening houden met die andere dagen. Het Openbaar Ministerie zegt dat met betrekking tot de toediening van de gifstoffen. Maar het was. Nee, zij kunnen dat niet meer. En ik denk dat het. Het staat op papier in het verslag van de zitting. Inderdaad. Het staat. Ja. De rechtbank zegt: Kan geen beslissing meer nemen. Als je dat schrijft, dan put je je rechtsmacht uit, heet dat. Mm -hmm. Dus dan kan je niet meer daarover, je niet naar een naar vonnis daarover gaan schrijven. En dat is de enige reden. Wij denken nog altijd dat ze dat wel kon. Maar door het te schrijven heeft ze haar beslissing genomen door haarzelf en haar rechtbank buitenspel ja. te zetten. Nu, de familie wacht al drieënhalf jaar op dit proces. U legt het stil. Dat lijkt me niet evident voor hen. Ik, ik, het was kijk, op donderdag namiddag, uh, verleden week, zijn alle advocaten samengekomen van de familie om de juridische aspecten te herbekijken. We hebben dit toen ontdekt. Er is een heel snelle en spoedvergadering gevraagd via Teams met al die familieleden. Het was naar alle waarschijnlijkheid. Voor iedereen, want je groeit met een familie, hoe dan ook naar elkaar toe als je in dergelijke dramatische situatie iets moet een, 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 een advocatentaak moet leveren. Dit aan deze mensen moeten uitleggen, was denk ik voor mij. In mijn 25 jaar bestaan van advocaat, het allermoeilijkste. Maar deze mensen, toen wij het uitleggen, hebben het uitgelegd, zeiden, de doop is begonnen op 3 december. Wij willen niet alleen een doop. De eerste nagel, als ik het zo kan stellen, die geslagen werd in de doodskist van Sandadia, die is op 4 december geslagen mm hoor. -hmm. En zij willen dat alle En zij onder... willen dat worden. En zij wilden vooral ook. Want dat was de reden van dit proces. Zij wilden vooral antwoorden op de vragen. Vandaag is er een collectief geheugenverlies geweest. En dat is een recht. Men vergeet soms dingen, men heeft ook het recht om te zwijgen. Maar antwoorden op de vragen, er zijn veel excuses gekomen. Maar daarna, was, was, als men zich terugdraaide naar de voorzitter, ging het vooral over en zelf over mm -hmm. wat ze allemaal hadden meegemaakt in deze drie laatste jaar, de reuzegrond. En ze bleven heel vaag over die namen. Over alles, over namen, ja. over wie wat heeft gedaan, daar blijft iedereen heel vaag over. En dat is waarop deze mensen een antwoord wensen. Maar het... Waarom, denk... Sorry. Ja, het... Waarom denkt u dat de rechter besloten heeft om het zo te beperken tot die ene laatste dag? Well, zeker zonder de partijen te horen, dat is al een, een, nog, nog, nog meer eigenaardig, is het. Dit zijn zeer zware zittingen. Uh, is er een miscommunicatie geweest bij het acteren van wat ze daar heeft gezegd tussen de rechtbank en de griffier? Ik, ik sluit het niet uit. Ik weet het ook niet. Ik had graag aan de rechtbank... Uh, ik, wij hadden ze graag kunnen overtuigen gisteren, omdat onze pleidooien waren voorzien mm -hmm. voor gisteren, ja. dat zij fout waren. Maar door dit op deze wijze te acteren, was het gedaan. Maar het gaat sowieso... Vertraging opleveren, want nu Echt. moet het Hof van beroep uh, daarover beslissen. Wat wint u met die vertraging? Ik win niets en de familie nog minder. We krijgen alleen een proces waar wij denken dat er over de drie dagen gaat geoordeeld worden in het Hof van beroep in Antwerpen over het volledige plaatje Absoluut. en over alle reuzenkomers. En overal de En als uiteraard... je alleen die namiddag neemt, zullen advocaten van de beklaagde natuurlijk zeggen dat hij was er niet bij of hij heeft dit niet gedaan Je hebt dat goed begrepen? Ja. 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 Nu, het uh, Hof van Beroep inderdaad, in Antwerpen moet nu beslissen of uw beroep ontvankelijk is en gegrond is. Als dat niet zo is, dan gaat het terug naar Hasselt. Ja. Hebt u nog vertrouwen in de rechter? Ja, ik heb nog altijd vertrouwen. Ook, ja. Ik heb nog altijd vertrouwen in de rechter in Hasselt. Ik heb nog altijd vertrouwen in het Hof in Antwerpen, want daar keren we nu ook weer terug. De zaak mm -hmm. is van Antwerpen ontnomen door een hele aantal redenen. We keren terug naar, naar Antwerpen, wat iets heel speciaals is. Maar oké, okay, we keren terug. Ik heb, en ik, ik vrees dat we naar Hasselt niet meer gaan terugkeren. Het is U gedaan vreest. voor Hasselt. Ja? ja? Ik denk U dat, denkt we... dat het Hof van Beroep? Gaat zeggen dat het ontvankelijk en gegrond is. Ja, en dat zij de zaak naar zich toe gaan invocieren. Ik ben daarvoor 99% van overtuigd. Dat ja, waarom is heel raar om dit waarom... terug te zeggen. Maar... Ja, waarom denkt u dat? Omdat er een onwettelijke beslissing is genomen. Je kan een beslissing nemen wanneer je bij een herkwalificatie alle partijen aanhoort. Elke advocaat van de verdediging. Elke advocaat van de burgerlijke partij. Ook de advocaat van Gaia. Dat dus ja. wil zeggen, en dat is niet gebeurd. Maar dat klinkt als procedurepleiten. Ja, maar nu. dat is het helemaal niet. Nee, het is een gezond verstand in een beslissing waar, we, waar de familie antwoorden wilt. Er moeten zelfs geen antwoorden meer gegeven worden over. Leuven, over het afplakken, over een professor van de Universiteit van Leuven die deze mensen heeft gezien, die aan de mensen heeft gezegd, die jongen die is niet goed, waaraan is gezegd geweest, maar de doop is binnen vijf minuten gedaan, terwijl het ergste van de doop nog moest beginnen. Mm -hmm. Dus dat zijn... Dit is geen procedure. Dit is kennis nemen van een beslissing die ongelukkig is en waartegen je niet anders kan. Natuurlijk zeggen vandaag de advocaten van de verdediging, dit is, een... is geen slechte beslissing, hè. Ah, nee, want we moeten enkel maar oordelen over 5 mei in Vors, uh, 5, 5 december, december. In, uh, in, uh, in Vorselaar. Ja. Ik zou mij dan als advocaat van de verdediging ook niet slecht voelen. Dus voor de familie is het belangrijk, alle reuzenkommers, voor alle feiten. En opzettelijk: het was opzettelijk. Uh, de de toediening die er is geweest is een opzettelijk misdrijf. Uh, de oneerbare uh, handelingen die hij heeft ondergaan, ja, die zijn niet opzettelijk. Dat hij uh, gestorven is, dat denk ik niet dat daar enige intentie toegegaan is. Dat is natuurlijk, er zijn vier feiten voor de welke dat zij vervolgd worden. De toediening van gifstoffen, oneerbare handeling, het schuldig verzuim. Ze hebben hem ook... Het heeft ook een hele tijd geduurd voordat hij in het hospitaal was. En de onopzettelijke slagen en de verwondingen. Dat zijn de vijf. Toen Toedienen was uh, opzettelijk. Nu, naar Antwerpen, was niet het probleem dat een van de ouders van de reuzegommers daar rechter is? Dit is daarom dat de zaak ontnomen geweest is, geweest is. is. van Turnout uiteindelijk, want voorstelaar turn ja? is Turnhout. dat nu geen probleem meer Wel, het is. Een, 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 het zal het parquet-generaal zijn die over de proximiteit van de magistraten tussen de rechtbank van Eerste Aanleg en uh, het Hof van Beroep zal oordelen. Ik de proximiteit uit. daarmee bedoelt hoe nauw de band is ja, tussen de absoluut. ouder en de mensen van het Hof van Beroep. Absoluut. En ik ga ervan uit dat het Hof uh, volledig, dat hoop, de, dat hoop de familie volledig onpartijdig mm. en onafhankelijk is. En dan kan het proces daar, ha, daar doorgaan. Als het in Hasselt gebleven was, heeft men mij uitgelegd, dan was er een uitspraak geweest waar u nog tegen in beroep had kunnen gaan. In het Hof van Beroep is dat niet meer mogelijk. Nee. Ja. En ik denk dat we daarmee enigszins ook, als het Hof de zaak naar zich toetrekt, dan is het, uh, zal er alles worden ernomen van bij het begin, verhoren. Alles, alles wordt ja. opnieuw uh, gedaan, ook misschien eventueel met de deskundigen zelf, want er was nog een zitting in oktober waar de deskundigen waren een aantal uh, hun, hun expertises kwamen uiteenzetten. Dat zal ab initio van bij het begin worden ernomen. En dan zal het Hof een definitieve beslissing nemen. En er zal, behalve moesten er uh, rechtsproblemen zijn, dan kan er cassatie aangekend worden. Neemt... En ik denk dat dit ook goed is voor die familie. Maar neemt u dan geen risico ook dat er geen beroep meer mogelijk is? Wij hebben vertrouwen die in de rechtsgang. Zoals wij vertrouwen die in de rechtsgang van Hasselt hadden. Echt waar? Hadden. Omdat het nu weg is. Ja. En, en, en mm. moest het zelf terugkeren, mevrouw, dan, dan denk ik echt. Het is een ongelukkig, ik blijf erbij dat het ongelukkige, het neerpennen is van een, op een ongelukkige wijze. Zo'n belangrijk proces, oh, dat uh, eerst herskwalificatie vragen, dan inderdaad uh, dit. Het lijkt toch vreemd. Dit keer zijn het niet de advocaten die het gedaan hebben doen keer de rechter. Nu hoe zwaar het is voor de vader van uh, Sandadia. We hebben hem heel lang niet uh, in beeld gezien en niet gehoord. Maar de eerste dag van het proces reageerde hij wel in Hasselt op het uh, tonen van de beelden van zijn uh, zoon door uh, de media. Er is niemand die mij heeft gecontacteerd en dat was de eerste keer dat ik die beelden zelf heb gezien. Niemand heeft mij mijn mening gevraagd. Ik vind dat schandalig dat uh, mensen zeggen dat uh, ouders hebben toestemming hebben gegeven. Voilà. Hoe gaat het met uw cliënt? Ik uh, weet niet waar hij de kracht van zijn sereniteit haalt. Ik heb daar echt geen woorden voor. Ik, uh, ik, ik, de man is uh, op de zitting één keer boos geworden, omdat hij vond dat iemand loog. Hij is dan ook zelf buiten gegaan. Uh, is teruggekomen, die dit is echt lijden. Mm -hmm. De ergste pijnen, maar het ook heel weinig tonen. En dus heel veel verwachtingen hebben van, uh, van wat er op dit proces moest gebeuren. Dit is, ik, heb, ik heb er echt heel weinig woorden voor. Echt waar. Wat zegt u er nu? Tegen wanneer hoopt u dat er dan een uitspraak zal zijn? Ik hoop dat we dit uh, terug kunnen heraanvatten al minstens de zaken inleiden in, in uh, juni. Mm -hmm. Uiteindelijk zijn alle besluiten al geschreven. Hè, dat er zijn maar weinig termijn nog, maar oké. Okay. Het gerechtelijk verlof kan dan maar dienen als termijnen voor het uitwisselen van de, van de conclusie die iedereen kent. En laat ons de zaak aanvatten in september. En dan denk ik dat we een uitspraak kunnen hebben in december. En ik, dat is misschien voor het eind van het, van het, van het, van het jaar. ja. En ik ik ben misschien optimist, maar ik, uh, ik meen dat, dat hier minstens een, uh, een inspanning voor kan geleverd worden. Dank je wel, meneer Marie. We gaan kijken naar wat in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is niet op de afspraak. Diepje! Het ontwerpdecreet was nog maar net gelekt of voor- en tegenstanders van het recht op abortus niet in de hun mening horen voor. Why is it that most of the people who are against abortion are people you wouldn't want to fuck in the first place? Huh? Het koningspaar heeft gisteravond de eerste dag van het driedaagse staatsbezoek aan Griekenland afgesloten met een staatsdiner. Koning Filip, koningin Mathilde en beroemdheden halen die avond letterlijk alles uit de kast om te stralen op de rode loper. Vlaams minister van Sport, Ben Weitz, wil meer bewegen. Leren bewegen en vooral blijven bewegen. Dat is zo ontzettend belangrijk. Mama, papa, ik ben eigenlijk verhoudingsgewijs en blijk ik aanleg te hebben voor deze sport. Ik zou dat misschien graag doen. The court doen. Ja, en dan Groot-Brittannië. Lia van Beckhoven heeft een boek geschreven over de 40 jaar die ze nu al correspondent is. Dus wij is op zoek gegaan in ons archief naar die allereerste keer dat we haar in de uitzending hadden en dat was 2004. We gaan naar Londen naar onze correspondent Lia van Beckhoven. Zo helder als modder, zeggen ze wel van Jack Straw, de regering is in vrije val. De Britten hebben een hele dubbele kijk als het gaat om seks. Door dus op te stappen maakt hij eigenlijk de weg vrij. Maar die waren toch geïntimideerd door die Sevel omdat het zo'n celebrity was. En aan het schuiljaar ja. kun je waarschijnlijk wel horen dat er weer iemand naar buiten komt. Ja. De Britten hebben een probleem met verwaarlozing van kinderen. Het was een hele domme opmerking. Politici werden met de dood bedreigd. Het ging hard tegen hart. Als verslaggever is het fantastisch om dit mee te maken. En iedere dag weer een nieuw schandaal of een nieuwe ontwikkeling. Dit is wat ze in Londen noemen een Low-tech aanslag. Het is ingewikkeld, Bart. Het is een hele vloeibare situatie ook hier. Of uh, beter gezegd, een zootje. Ja. <laughs> Eerlijk, hè? Uh, eeuwig Eerlijk? jong. Mm. Ja. Eeuwig jong, vind ik. Niets veranderd. Nee, niks. Nee. <laughs> Klein-Brittannië, hoe macht en mythe het Verenigd Koninkrijk verscheuren. Wat heeft je naar de pen doen grijpen? Uh, nou, Groot-Brittannië zit in een um, ontwikkelingsfase. Het zit in een overgangsperiode. Zoals je weet, schrijf ik inderdaad al heel lang over Groot-Brittannië. Woon ik er al sinds, uh, weet ik veel, de val van Antwerpen. Pak weg. Zo voelt het tenminste. En het is een verhaal van uh, traag maar gestaag verval. Maar op dit moment lijkt alsof alles een beetje aan het instorten is. Mm -hmm. En De Britten zijn heel goed in aanmodderen. Een beetje doorgaan met punaises plakband en verder niet echt grote veranderingen nemen. En nu lijkt het alsof ze dat toch wel moeten gaan doen. En heeft de brexit daar en mee te maken? Daar heeft zeker ook mee te maken. Maar waar het ook mee te maken heeft... is dat eigenlijk alle grote instituten onder gigantische druk staan. Of je het nu hebt over um, uh, het Koningshuis... Hè, met het uh, overlijden van Elizabeth krijg je toch een ander soort koningshuis als Charles eenmaal overneemt. En hij gaat de boel overnemen. Ze is toch niet dood, en, hè? En, ja. uh, uh, hetzelfde geldt voor de BBC. Die staat onder fantastische ja. druk. Ook weer zo'n icoon, ook weer zo'n symbolisch uh, uh, ja, Brits uh, instituut... staat ook onder druk. Uh, moet het binnenkort zonder kijk- en luistergelden gaan doen. Dus alles wat het verdienmodel, het geldmodel gaat veranderen... betekent hoe dan ook een kleinere BBC. Bovendien het Verenigd Koninkrijk zelf... Het Verenigd Koninkrijk zal dat nog bestaan over pakweg 15, 20 jaar. Het voelt vaak als op de schotten met één been al buiten Groot-Brittannië mm -hmm. staan. Uh, voor het eerst gaat nu gepraat worden tussen Noord en Zuid. Of wordt er gepraat over een hereniging tussen Noord en Zuid-Ierland. Dit was allemaal een aantal jaren geleden ondenkbaar. En nu is het echt realiteit. Alles is aan het schuiven. Maar de brexit is die eigenlijk verwerkt... Of heeft corona gewoon. Daar gaan we anderen... niet over hebben. Niemand wil over brexit. <laughs> nee, praten. Het lijkt weg. De, de, nee, de Britten zijn bobs, Board of brexit. Uh, ze hebben er jarenlang ruzie over gemaakt. Het heeft hele families, gezinnen, straat, we hebben het er zo vaak over gehad, verdeeld. Genoeg Wat daarmee. hen betreft is ja. brexit klaar. Maar het is wel een uiting, brexit, van puur Engels nationalisme. Want dat is ook zoiets. Ik bedoel ook met Klein-Brittannië, dat bijna letterlijk. Je het Verenigd Koninkrijk ziet krimpen. Ik bedoel, toen ik er dus kan wonen, toen identificeerde iedereen zich met de Britse vlag. Iedereen die er woonde op die eilanden was Brits. Nu zeggen de Schotten, al een poosje, maar nu vooral, wij zijn niet Brits, wij zijn Schots. Mm -hmm. Zelfs de Welsh zeggen: in Wales zijn wij Welsh. In Engeland <coughs> zeggen ze voor het eerst meer. Zich Engels te voelen dan Brits te voelen. En er was één peiling en die vond ik fascinerend. Die is me jaren bijgebleven uit 2019. En daaruit bleek dat een meerderheid van de mensen die gestemd had voor uittreding uit de EU. het de prijs waard vond. als met die beslissing het hele Verenigd Koninkrijk uit elkaar valt. Mm -hmm. En als een meerderheid van de Brexit-stemmers in het allergrootste onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, namelijk Engeland. het niet zo gek veel kan schelen wat er met het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Hoeveel bestaansrecht heeft het dan nog? Ja, ja. Moeten we moeten het toch ook over Boris Johnson hebben? Hè? Ja, de Brexit-taak. Daar zwijg ik, ja. <laughs> Hij heeft het uh, druk met de oorlog hè. vandaag. Uh, Oekraïne, hè? Heeft ja. hij het uh, Oekraïnse parlement? Zullen we toch even kijken naar uh, Boris Johnson, die het uh, Oekraïnse parlement toespreekt? Het is over vrijheid versus oppressie. Het is over recht versus wrong. Het is over goed versus evil. En dat is waarom Oekraïne moet winnen. And when we look at the heroism of the Ukrainian people and the bravery of your leader, Volodymyr Zelensky, we know that Ukraine will win. And we in the UK will do everything we can to restore a free, sovereign, and independent Ukraine. Thank you all very much for listening to me today. And Slava Ukraini. Thank you. We hebben hem eerder ook al zien rondlopen in Kiev. Het klinkt cynisch, maar het lijkt hem wel goed uit te komen, die oorlog. Het leidt de aandacht af. Uh, het leidt zeker de aandacht af. Uh, kijk, Boris Johnson is verwikkeld in uh, een aantal schandalen. En hij zit er nog steeds. Ik weet nog dat we een poos geleden zeiden van nou. Dit uh, late schandaal, hey, Partygate, waarop hij bij kantoorborrels aanwezig was. terwijl hij zelf uh, zijn regering. mens had verboden tijdens de coronaperiode. om met elkaar om te gaan. Hij hield zich niet aan die regels. Uh, wij zeiden toen dat gaat leiden tot zijn verval. Dat gaat om zijn politieke kopkosten. En inderdaad. De, Oekraïne, de oorlog in Oekraïne komt hem, wat dat betreft, niet ja. slecht uit. Mm -hmm. Daarom is hij ook de premier die heel veel mazzel heeft. Hè. Um, uh, toen de eerste problemen rondom brexit kwamen bovendrijven. Toen was daar de corona, dus hij kon de puin van brexit en daar onderschuiven. Uh, en oorlog. nu helpt de oorlog in de Oekraïne. En zoals je hem eigenlijk ook hoorde zeggen tussen neus en lippen door... Um, hij identificeert zich nogal sterk met Winston Churchill, zijn held. He, de rol die de Britten speelden in de Tweede Wereldoorlog... volgens de nationale mythe, volgens het Britse zelfbeeld... waren zij de enigen die zich verzetten tegen Hitler. En hij ziet nu eigenlijk Oekraïne hetzelfde doen, maar dan met hulp... Natuurlijk, van Londen. symbool van het verval, schrijf je in je boek, is het parlementsgebouw. Nu, van oh, ja. buiten ziet dat er imposant uit, nog steeds. Nou, van buiten uh, ziet het er imposant uit als je door de steigers heen kan kijken. Want het staat al jaren in de steigers. Maar het is natuurlijk een van de meest iconische parlementsgebouwen mm. ter wereld. Hè? Dat uh, neogotische Britse gebouw aan de Thames met de Big Ben aan de ene kant. En aan de andere kant van de Big Ben heb je dan uh, het, het Hoge Huis. En um, het parlementsgebouw zelf staat al jaren op instorten. Is het een kwestie van geld? Of... Nou, kijk, als je met architecten praat, dan zeggen ze: wat ons betreft, we gooien het tegen de grond. Want het is eigenlijk niet te redden. UNESCO, het mag niet van UNESCO, het is erfgoed. Maar er zijn 740 kilometer aan kabels alleen al. Waarvan het grootste deel dateert van de Tweede Wereldoorlog. Die veroorzaken binnenbrandjes voortdurend. Um, er lopen iedere nacht vier à vijf mensen met helmen in de gewelven. om te voorkomen dat dat een uitslaande brand wordt. Uh -huh. wow. Overal als je loopt, dan zie je pannetjes onder de daken uh -huh. staan. Uh -huh. Er is ongedierte, er zijn ratten, muizen dansen is op de roos. Het is een symbool voor het verval. Het is symbool voor het verval. En je zegt, is het een kwestie van tijd? Of waarom kunnen ze beslissingen niet nemen? En dat is ook heel erg Brits. Ze schuiven het alsmaar voor zich uit. Uh -huh. ja? En dat is ook een beslissing natuurlijk, hè? de knoop niet kunnen doorhakken. En herkenbaar. In het begin van je boek zeg je: het lijkt me lastig om als correspondent te werken in een land waar je van houdt. Maar ook na 40 jaar ben je niet gaan houden van dat Verenigd Koninkrijk. Nou, wat ik je eerder zei, ik ben een uh, Nederlandse Londense. Hè? Dus ik geef, ik, ik, ik geef uh, erg om, uh, om de hoofdstad. Ik denk als je me weg zou zetten in Liverpool... dat ik het niet zo gek lang uit zou houden. Ik denk als je me weg zou zetten op het platteland... dat ik nog sneller terug zou komen. <tus> Ik herken me erg in een beeld van um, een politiek leider, James Goldsmith, die zei na 48 uur op het platteland wordt iedere individuele graspriet je persoonlijke vijand. Mm -hmm. Dus ik heb iets met steden, dat is zeer zeker. Nou, ja. Ik hou heel veel van sommige elementen in het Verenigd Koninkrijk. En ik sta ook heel kritisch tegenover anderen. Maar als je ooit zou moeten stoppen met werken, blijf je dan in Londen of ja, ga je dan in Ja, Nederland, nee, Londen is mijn thuis. Ja? Uh, daar woon ik. Ja. Aha. Lia, het is een heerlijk boekje, ideaal voor een terreinrit uh, naar uh, Londen. Dank je wel. En dank je wel ook, mijn andere gasten. Blijf bij Canvas, want zo meteen begint de eerste aflevering van Als je eens wist, de nieuwe en straffe van Hilde van Miegem over oudermishandeling. Bedankt voor het kijken en tot morgen.